midden van het boek staan. Eigenlijk dat boek Samuel begint en eindigt en geeft in de kern lofliederen. En die liederen die willen ons iets duidelijk maken. Dat zijn dus niet zomaar momenten dat je zegt van, oh, even ontspanning, even, de les is even veel geweest. We duwen even op de knop en we luisteren even naar Radio Clara, wat mooie muziek. En dan kunnen we weer verder. Nee, de bedoeling van die lofliederen is uitdrukken wat hier in het boek gebeurt. Die lofliederen zijn erg belangrijk. Het zijn springplanken. Om met een loflied, je zou het eigenlijk van tevoren moeten zingen voordat je het boek begint te lezen, het boek tot je te nemen. Er is zelfs een schrijver in het Nieuwe Testament die datzelfde doet. Dat is namelijk de schrijver Lucas. Ook Lucas begint in zijn evangelie met de lof. Dat gebeurt zelfs in de tempel, Zacharias, die niet kan lofprijzen. Hij kan niet zegenen. En dan krijg je twee lofgezangen. Het eerste lofgezang wat vervolgens komt is Zacharias als hij genezen is, als Johannes de Doper is geboren. En het tweede lofgezang is dat van Maria, het Magnificaat in Lucas 2. En lofgezangen zullen in Lucas nog een paar keer aan bod komen, kleine stukjes, kleine regeltjes. Maar lofgezangen zijn belangrijk ook voor Lucas, omdat hij van daaruit zijn evangelie kleurt. De lofzang is belangrijk. Het helpt ons om meer inzicht te krijgen in dat verhaal wat Lucas ons naar voren wil brengen. En het leuke met die parallel die ik maak met Lucas is ook nog dat het verhaal van Hanna, of het lofzang van Hanna, de eerste lofzang, heel veel parallellen heeft met de lofzang van Maria. Als je die twee met elkaar vergelijkt, 1 Samuel 2 en Lucas 2, en gaat er even voor zitten, want dat kost natuurlijk even om die twee stukken te lezen, en gaat ze met elkaar vergelijken, ontdek je heel veel dezelfde thema's. Samuel, het boek Samuel kijkt vooruit naar de Messias, die zowel priester als profeet zal zijn. Het evangelie van Lucas beschrijft de Heer Jezus, die zowel priester als profeet is. Je ziet weer een thematisch parallel. Lucas en Samuel hebben heel veel parallellen met elkaar. En dus leuk om dat te benoemen, want dan zie je eigenlijk de doorwerking van zo'n boek naar het Nieuwe Testament. Het Oude Testament wordt niet losgelaten. Ze bouwen verder op dat wat God geopenbaard heeft in dat Oude Testament.